Ondernemende initiatieven van mensen met een uitkering staan onder druk. De initiatiefnemers ervan hebben vaak de plicht om te solliciteren en moeten dan hun eigen project laten varen. Zo ook Lydia Woudenberg van de Ruilwinkel. Ruilwinkel is begonnen als experiment. En ondertussen blijkt dus dat heel veel mensen de Ruilwinkel weten te vinden. Het concept spreekt ze aan. In de Ruilwinkel is iedereen gelijk. Niemand weet van elkaar wat ze in de portemonnee hebben. Daardoor komen er hele leuke gesprekken. De Ruilwinkel Nijmegen is voor iedereen. Doordat je spullen moet inbrengen, krijg je punten. Met die punten kun je spullen kopen in de winkel. Dus van elkaar weet niemand wat ze in de portemonnee hebben. Het voordeel daarvan is dat mensen die meer geld hebben, duurdere spullen inbrengen, waardoor iemand die weinig geld heeft, zulke spullen kan aanschaffen. Ik heb een half jaar geleden van het werkbedrijf, die vonden dit initiatief zo mooi. En die wilde de kans geven dat het ook op een goede manier neergezet werd. En toen heb ik een leerwerkplek gekregen voor een half jaar. En die valt onder de wijkfabriek Wolfskuil. Die hebben mij dat aangeboden, dat zij mij dus coachen. We wisten een half jaar geleden totaal niet van wat gaat het worden. Alleen het is zo'n groot succes. Alleen het werkbedrijf heeft dus gezegd van 25 januari loopt het contract af. En wij zitten aan regels gebonden, wij kunnen het niet verlengen. Dus dat betekent dat ik van 32 uur werkweek daar terug moet gaan naar 3 middagen. We moeten gaan kijken naar een manier waarop de regels van het werkbedrijf buiten toepassing worden verklaard voor succesvol bewezen stichtingen. Als je een aantal stichtingen ziet waarmee mensen belangeloos andere mensen helpen. Die mensen zitten allemaal zelf in de bijstand. Dat betekent dat het werkbedrijf om de hoek komt kijken om te zorgen dat als die mensen werkfit zijn, dat ze moeten gaan solliciteren en dat ze maar beperkt vrijwilligerswerk mogen doen. Ik wil gaan proberen, daar heb ik steun van een andere fractie voor nodig, om in een kamerronde met de andere fracties van gedachten te wisselen van goh, hoe gaan we hier nu vorm aan geven. Het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat iedereen nu denkt van oh, wacht even, er is een regeling, ik begin een stichting en ik hoef niet meer te solliciteren. Zo moet het natuurlijk ook niet zijn. We zijn nu met 7 vrijwilligers. We moeten zien dat we op die manier de tent open houden. Als ik hier 3 middagen per week zou zijn, wij hebben verder totaal geen inkomen. Zou eigenlijk betekenen dat we uiteindelijk minder tijd kan en mag steken. Want ik moet solliciteren. Ik moet vacatures zoeken. Ik moet naar een sollicitatie toe. En als er een baan aangeboden wordt, betekent dus dat ik dit op moet geven. Hoi, welkom bij de Ruilwinkel. Hallo. Die wil je graag inbrengen? Zeker, ja. Top. Dankjewel. Zou ik een krabbeltje voor je mogen, zeker, alsjeblieft? Weten. Top. Is deze voor jou? Dankjewel. Is je opzet?